Für die ERNE-Fraktion spricht jetzt der Abgeordnete Stuger. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, vroeger gingen wij altijd met ons gezin begin jaren 80 naar Zweden. Zweden was toen een prachtig land. Mooi, welvarend en veilig. Ik heb zelfs een spreekbeurt gehouden toen ik een jaar of 11 was over Zweden. En ik kon toen melden dat Zweden voorop liep waar het ging om de vrouwenrechten. En dat de Zweedse schoolkinderen onder de best presterende van Europa vielen. En ook dat het Zweedse landbestuur open en transparant was. Vorig jaar ben ik terug geweest met mijn eigen kinderen naar Zweden op vakantie. En ik ben me kapot geschrokken. Wat kan een land veranderen? Mijn dochter is nu bezig, 12 jaar, met een spreekbeurt over Zweden. En zij moet haar klasgenootjes melden dat Zweden het land is met het één na hoogste verkrachtingscijfer ter wereld. Alleen in Lesotho is een vrouw minder veilig. Het verkrachtingscijfer, ik zeg het nog een keer, in Zweden is het één na hoogste ter wereld. Hoger dan Mexico, Nigeria of Rusland. Mijn dochter moet nu ook melden dat de Zweedse regering informatie achterhoudt om politieke tegenstanders niet in de kaart te spelen. En de schoolprestaties van Zweedse kinderen gaan keihard achteruit. Voorzitter, ik ben geschrokken. Hoe kan een land in 30 jaar zo achteruit gaan? Dat kan maar op één manier. En dat is de EU. De verwoestende werking van de EU. De EU faalt en trekt Zweden mee in haar slipstream. Dit is het falen van de EU. Dit is het falen van de politieke elite. Taksemuk. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Balczó. Köszönöm a szót, tisztelt miniszterelnök úr! Daniel Friberg, svéd közgazdász és író, aki Budapesten él most, a következőt nyilatkozta.